is bezig met een beetje navorsing oor ons volkshelden van weleer en ons denk het goed die van boerenlegioense kant af om een beetje inlichting deur te gee zodat ons jong mensen op hoogte kan komen met wat een rol ons als een volk gespeeld het sedert 1652. Ek focus een beetje op die onlangse geschiedenis van 1900 af, laat 1800s af en ons gaan so'n beetje individue uitsonder wat een geweldige groot rol gespeeld het in ons geschiedenis. Vandaag focus ik op Henriette Armstrong. Voor baie mense is het een onbekende naam, maar sy het een geweldige rol gespeeld en sy was gereken als een van die groot Afrikaanse vrouwenleidsters. Armstrong was de dochter van W.O. Broser van Fort Smith en zijn vrouw en Kieser. Zij gaan naar het Damesinstituut Eunice Bloemfontein en trouw later met John Armstrong, de bankbestuurder van Eshawi. Als gevolg van die verplaatsing van haar man naar die Standardbank Pretoria, verhuis hulle in 1895 daarin. Aangezien haar kinderloze huwelijk ongelukkig is en ontbind word, onderhou sy haarself deur middel van een lucieshuis, waar ook volksleiers thuis gegaan het wanneer hulle in Pretoria vertoef. Met die uitbreek van die Tweede Vrijheidsoorlog in 1899 sluit sy als verpleegster aan bij die commando van generaal Piet Joubert. Sy onderneem 7 reise met gewondes vanaf Lady Smith naar die hospitaal in Pretoria. Na die inname van die hoofstad op 5 juni 1900 keer sy terug en organiseer een groep vrijwillige verpleegsters om in die concentratiekamp van Irini te verpleeg. Sy was van april tot oktober 1901 in die kamp en het een dagboek gehou van haar wedervaringen. Sy maak gebruik van haar vriendschappelijke verkeer met officieren van die Britse bezettingsmacht in Pretoria gedurende 1901 en 2 om waardevolle inlichting te verkrijgen, wat sy door middel van kaptein J.J. Noudé aan die boerenleiers in die veld laat kry het. Na die oorlog word Armstrong ywerige lid van die Suid-Afrikaanse Vrouwe Federasie, wat vandag nog bestaan, wat sy in 1904 help stig het. En in 1905 rig sy die reddingshuis, die Armstrong Burning Centrum vir ongehuwde moeders in Pretoria op. Een instituut waarvan sy tot 1939 die voorzitter was en wat dekades lang nog bestaan het. Sy ooreed die Vrouwe Federasie in 1911 om die verwaarloosde kinderkerkhof op Irini op te knap en daar jaarliks op Goeie Vrijdag een huldedienst en kranslegging ceremonie gehou word. Sy was ook een van die stichters van die langlaagde weeshuis vir oorlogsweesies. Tijdens die rebellie van 1914 dien sy in een hulpkomitee wat die rebelle gevangenis van voedsel voorsien en sy help in 1916 met die organisatie van die vrouwenoptocht wat Amnestie vir die gevangenis beoog. In die jaar werk sy ook vir die totstandkoming van die Vrouwe Nationale Partij en word hoofdbestuurslid. Sy verteenwoordig die partij met die stichting van die Bond van Afrikaanse Moeders in 1919, een van die eerste opleidingscentrums vir vroedvrouwe in Suid-Afrika. En ek dink dit is ook waar die Moedersbond in Pretoria vandag nog functioneer. As gevolg van een beroerte aanval in 1939, kan sy haarself nie meer help nie en gaan woon sy by een neef, waar sy die laaste 5 jaar van haar leven verzorgd word. Sy het wel nog die bewoording opgestel vir die protesoptocht op zaterdag 22 juni 1940, door die vrouwe wat opgemarseer het na die Uniegebouw. Ek het die foto van hierdie geskiedkundige saamtrek van vrouwen ook hier geplaas. Die optocht is binnen 5 dagen gereel om vrouwen kans te gee om hul stem te laat hoor in verzet tegen die Tweede Wereldoorlog.
Die Ossewa brandwag, waarvan Dr. Hans van Rensburg die hoofleier was, het belangrike rol in die reëlings gespeel. So wat 6000 vroue uit alle dele van die land het van Kerkplein tot by die Uniegebou gestap. Op pad het nog vroue aangesluit sodat daar amper 9900 uiteindelik in gelid gestap het. Amper soos in 'n marseerbataljon van 'n weermag. Langs die pad was duisende toeskouers, meestal mans. 'N deputasie van 3 vrouens, beskryf as bejaarde volksmoeders, het die versoekskrif om neutraliteit by die Uniegebou aan die eertydse eerste minister generaal Jan Smuts se adjunk minister J.H. Hofmeyr oorhandig. Dit was nadat Smuts se privaat sekretaris meneer Pool in antwoord op die vrou se versoek dat hy die versoekskrif ontvang laat weet hy dat die generaal nie bereid is om die afvaardiging te ontvang. Daar hulle versoek in stryd is met die beleid van die regering en die besluite van die parlement. Die eerste minister het geen tyd vir partypolitieke propaganda in stryd met die aangenome landsbeleid nie. Die versoekskrif se presiese bewoording was: namens die Afrikaanse moeders, vroue en dogters en die tienduisende wat in die gees aanwesig is en ons versoekskrif steun, wens ek ons die hoogedele regering in alle beskeidenheid met die diepste erns waaroor ons beskik te versoek om eerstens nie langer toe te laat dat met dreigemente van ontslag, verplasing of watter vorm van behandeling ook al, druk uitgeoefen word op die burgers van ons staat om einde onsself beskikbaar te stel vir militêre diens buite die Unie nie, het sy deur privaat werkgewers of deur die staat. En tweedens, onmiddellik 'n eerbare regverdige vrede met die lande met wie ons in oorlog verkeer te sluit, geteken Henriette Armstrong. T.C. Pienaar skryf in die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek: Armstrong was nie slegs 'n groot figuur in die SAVF nie. Sy is een van die merkwaardigste vroue wat die Afrikaanse volk opgelewer het. Sy het groot leiers talent gehad, kon mense inspireer en het geen opoffering ontsien nie. In murg en in been was sy 'n boer in haar werk en haar vreugde was die opheffing van haar volk. Sy is naas haar moeder in die ou begraafplaas in Rebecca straat in Pretoria te ruste gelê. Sy behoort eintlik in die helde akker te gelê het. Aan die rol wat Henriette Armstrong gespeel het in die geskiedenis as 'n woordvoerder ook vir ons mense in die verdrukkingsbewind van Jan Smuts, sal eer ons by Boerelegioen haar vir haar rol wat sy gespeel het in ons geskiedenis. Salie.